Hey en super leuk dat je er weer bent. In deze weekvlog ga ik samen met Isabelle en Bo een paar dagen naar Barcelona. Dit was echt ontzettend leuk. We hebben zo genoten. Lekker tapas gegeten, uitgegaan. Zoals je ziet is de helft ook nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. Hi allemaal, welkom. Morgen ga ik naar Barcelona with the sisters. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik heb mijn haar echt letterlijk nooit in de staart. Maar ik vind het niet eens heel stom. Ik ga mijn koffer inpakken. We gaan maar 4 dagen. Het is dus echt super chill. Ik heb echt niet veel spullen nodig. Maar ik ga mijn koffer inpakken. En ik ga jullie een beetje meenemen. Het laten zien. Ik dacht wel leuk wat ik allemaal meeneem. En ik ga denk ik gewoon outfits maken en dat meenemen. Want het gaat helemaal fout. Als ik alles erin ga duwen, want bijvoorbeeld naar Gerso, duw ik gewoon mijn hele kledingkast erin. En dacht, ik zie het wel, maar nu ga je 4 dagen. Dus kan je heel makkelijk outfit plannen. Dus dat gaan we doen. Oké, ik ben een beetje begonnen. Het is een beetje chaos, want ik ben er eigenlijk 3 avonden. Dus ik heb 3 avondoutfits nodig. Ik heb een outfit nodig voor de airport. En dan heb ik 3 overdagoutfits nodig. Dus op zich valt het wel mee. En outfit die ik op de airport aan ga doen, ga ik ook gewoon aandoen als ik terug ga vliegen. Dus ik ga of een jurkje aan doen of een leuke broek met een top. Maar dan moet ik nog even kijken. Het is namelijk maar 2 uurtjes vliegen, dus ja, het boeit echt niet wat je aan hebt eigenlijk. Ik kan ook gewoon vliegen in de vliegtuig, boeit niet. Voor de avond heb ik alvast 2 hele leuke jurkjes van Shein. Dan heb ik hier strings, sokken. Heb ik hier een leuk wit kort broekje met een witte top als overdag outfit. En ik kan ook nog met een bruine top aan als ik wil. Heb ik hier een leuke two-piece set. En hier een leuk jumpsuit. En ja, dus ik heb eigenlijk al 3, 4 overdag outfits. Dus daar laat ik het even bij. En heb ik 2 leuke avondjurkjes. Dus eigenlijk nog 1 leuke avondoutfit. En dan ben ik al klaar. En dan airport. Maar ik heb daar of een jurkje of een broek in een top. Dus dan ga ik morgen even kijken hoe ik dat doe. Dan doe ik gewoon mijn sneakers aan. Ja, ik twijfel of ik mijn Dr. Martens meeneem. Ik denk het niet. Oh ja, en ik heb deze sandaaltjes. Die zijn leuk onder een jurkje. Want ik ga geen hakken meenemen. Dat doe ik toch niet aan. Want dat trek ik toch niet. En dan, ja. Ik twijfel heel erg of ik mijn laptop ga meenemen. Ik denk het niet. Want ik ga daar toch niks aan mee doen. Ja, heb ik hier. Ja, ik wacht nog op mijn spullen. Want Stan die neemt al mijn spullen mee. Die ik bij hem afgelopen week had. Dus daar ligt al mijn make-up en mijn stijl en mijn krultang en al mijn dingen. Dus dat kan ik niet inpakken. Dan heb ik hier paracetamol, make-up remover, watjes, droog shampoo, haarklemmetje, zonnebril. Wat ik sowieso mee wil. En ja, make-up dat moet ik allemaal nog inpakken, want dat heeft Stan dus. Goedemorgen, maat. Het is de volgende dag. Ik heb me opgemaakt. Lekker fliek. Oh, ik moet nog mascara boven mijn ogen weghalen. Dit is mijn outfitje. Ik heb deze top aan. Waarom is het licht zo slecht? Ik heb deze beige top aan. En deze leuke groene broek. En hij komt zo anders over. Wow. Nou, het beeld komt heel anders over als in het echt. Maar ik heb deze leuke nieuwe broek van Naked aan. Met mijn schoenen van Naked. Dus chill outfitje. En daar doe ik gewoon even een blazertje op. Maar we moeten even een beetje opdrukken van de douche nog. Koffer is helemaal ingepakt. Helemaal top. Nou jongens, we zitten in de auto. Hey! Bo, die is er alleen nog niet. Maar Stan gaat ons brengen naar Eindhoven. We moeten helemaal naar Eindhoven. Dus anders spreek je dat zo uit. Eindhoven de gekste. En we hebben 3 handbagagekoffers. Ik zat helemaal niet te filmen de hele tijd. Ik zat de hele tijd niet te filmen. Wat? Ik zat de hele tijd niet te filmen. Hier is het. Echt. Oh, Hibo. Moeten we nu hierheen? Ja. Ik zat de hele tijd niet te filmen. Jezus. Nou, ik zeg, we zitten in de auto. We moeten Bo ophalen. We hebben 3 handbagagekoffers en 1 in het ruim gehad. Dus vind ik netjes gedaan van ons. We hebben lekker broodjes gemaakt, gehaald, gesmeerd. Waar is Bootje nou? Oh, daar komt zo. Weg. Andere kant. Nee. Dat hoort zo ook, hè? Dat is niet ook. Joehoe! Hey, bitch. Daar gaan we. Zussentrip. Zussentrip is starting right now. Trouwens, waar moet je? We zijn op airport gekomen. Eindhoven, op airport.
En ja, we moeten volgens mij zelf dus check-in doen. Maar ja, 1 tot 9, dat is zelf borden, zelf bagage drop-off. Nou, we zijn al door de douane, door alles. We konden gewoon online inchecken, dus het ging echt super snel. Hoefde gewoon niks te laten zien. Hoefde gewoon niks te laten zien. Onze paspoort ineens. Ja, dat is allemaal met online inchecken, maar dan vul je paspoort nu maar in. Nou, dan kan je ook gewoon zeggen, het is heel raar. Echt toen naar, ik was hier toen ging ik naar Sakintos, was echt helemaal checken, weet ik het allemaal. Misschien komt het nog, of? Nee. Ons kennen, nee. Hij zit hier, staat hij al? Ja, dat weet je niet. Zeg maar wat. Oh. Nou, in ieder geval, we hebben even lekker wijntje gehaald. Ons kennende, love wijn, even wat water. We gaan even chillen. We zitten nu in een soort lounge. Ja, het is niet echt een lounge, maar het is wel chill, joh. Ze had het alweer door. Ah, oh, die wijsgitaar bij deze. Nou, je ziet zomaar niks. Lekker vino. Ik heb zoveel zin om sangria te drinken en tapas te eten. Ik heb zin in. Ja, ik heb ook echt geen zin. Ik hoop dat er ook oesters uit is. Ja, je ook niet. Ja. Is wel niet toch? Nee. 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 Maar ik heb daar. Ik zeg maar, ik werk in de horeca. Ja. Een hele week dat ik toch niet aan het zeggen, want er wordt laatst heel veel oesters verkocht. Mm-hmm. Ik heb gewoon zoveel om lekker een bijtje te drinken. In een zonnetje, een oesertje erbij. Nou, daar kijk ik er wel op uit. Oh. Maar als je gewoon een luxe tent opzoekt, hebben ze dat echt wel hoor. Ja, heel erg lekker. Nou, we zijn er maar 3 dagen, dus we gaan gewoon vol genieten. Ja. Echt, het boeit me echt actief. Nee, ook niet. Ja, we moeten nu. We zijn echt, echt. Ik wist echt niet dat het zo makkelijk zou gaan. Dus we zijn best een soort vroeg. Ja, maar. Om 5 voor. Komt pas de gate. Over een half uur wordt de gate bekendgemaakt. En dan. Een kwartier daarna kan je boarden, maar ja, dan moet je dus nog 1,5 uur wachten. Ja. Dus nou ja, we gaan het allemaal wel zien. Dus ja, we zitten nu bij gate L, maar misschien moeten we wel bij gate 1. Ja, beetje... maar dat boeit niet. Nee. Hier was het lekker rustig. Dus je wel zit de telefoon op te laden, Asja. Daar. Doet, doet. Dus het is allemaal gelukt. We gaan het vliegtuig doen. We mogen mee. Woe! Wacht even, mijn poppen. Isabel! Isabel, vliegangst. Ja, dit wordt voor mij echt een hele grote opgave. Een hele hel. Maar goed. Oh, oké. Okay. Hoe moet ik van ons maken hier? Ja, hoe dan? Ja, dat kan niet. Oh, Isabel, zo zielig. Kijk, het is toch zielig, dat is toch zo leuk. Oh, Isabellie, gaat goed komen. Ja, als ik dood ga, als de eerste ben ik dan met mijn beste vriendin. Ja, daar. Maar ik kan het gewoon ook, ja. Ja, we moeten daarin. Hey, welke nummer hebben wij dan? 21 of zo. Ja, 21. DEF. Woehoe! Nou, we zijn nog steeds aan het opstijgen. Ik ben echt net in het licht. Ja, maar je gordel mag wel los, hè? Maar je gordel mag wel los, dus dat betekent... Ja, maar je voelt echt zo'n nare druk. Maar goed, we zijn nog steeds een beetje aan het stijgen. Maar over een uur en een half uur zijn we al geland. We gaan nu lekker een wijntje bestellen, tapas. Lekker met de zusters, daar kijk. Ik heb voor het eerst, ik moet even vertellen, voor het eerst niet gehuild. Normaal raak ik heel snel in paniek en zo, maar het ging eigenlijk heel goed. Dus nou, ik ben echt trots op mezelf. We gaan nu lekker wijnen. Nou, we hebben even lekker Pringles. We hebben een tapasbox. Lekker. Dus we hebben vodka Fanta boven gin tonic. Ik heb even lekker watertje. Ja, een beetje hoofdpijn. Heerlijk de beer. Heerlijk de beer. We hebben nog 2 bussen Pringles besteld. Nieuwe ronde, nieuwe kans. Ik heb weer lekker een... Oh ja, is wel weer een vodka Fanta. Hoe laat is het nu? 7 uur. Hoe laat landen we dan? Een half uur? Een half uurtje, ja. Oh, heerlijk. Lekker! Genieten! We gaan landen! Het is echt zo'n korte vlucht, maar 1 uur en 45 minuten. Ja, dat doen we gewoon elke week. We gaan gewoon elke week naar hierheen. Ja, hè? Yes, Isabel is een beetje dronken al. Ja,
ik ben een beetje dronken. Ja, ik ben een beetje aangeschoten. Dat ja. Ik heb 2 vodka Phantom en 3 wijntjes of zo. 2 wijntjes, dat is echt niet veel. Maar gewoon een beetje stress. Ja. Ik heb nog nooit zo erg last gehad van bol. Ik heb zo verrast. Ik heb het echt niet meer nodig. Ik zit Now we made it! Hallo, we staan in Barcelona! Ik moet eerst plassen, echt heel rood. Ja, ik moet ook plassen. Hier is lekker weertje, joh. Oei, oei, oei. Zo, van de zon in mijn muil. We zitten in de taxi. Nou, je ziet gewoon of helemaal alles of niet. Het is echt een kwartiertje vanaf. Ja, we zitten natuurlijk gewoon in Barcelona, Barcelona geland. Dus een kwartiertje. Het is echt niet normaal zo snel allemaal gegaan. Ja, de bagage lag erop toen we bij de bagage aankwamen. We konden meteen koffie pakken weg. Dus het is nu letterlijk 7:50 en we landen om 7:30. 7:30, ja. En zit al in een taxi. We zitten gewoon om 8:00 zitten gewoon bij ons hotel. Ja, dat is echt snel. Niet normaal. Zo chill. Echt ook hele chille vlucht gehad allemaal. Ja, top. Echt top. We zijn in een hotelkamer, is echt boven verwachtingen. We hebben gewoon hier 2 bedden, hier een groot bed. Het is echt lekker ruim, lekker spiegel hier. Daar is een nou, mini-balkonnetje niet echt. Dan hebben we hier een badkamer. Ziet er echt nou, super nieuw, lekker schoon uit. Regendouche. Nou, het ziet er echt heel erg chill uit. Lekker ruim. Oh, nog hele kledingkast. Ik zeg tijd voor Vino. Ja, ik zeg ook tijd voor motherfucking Vino. Oh, dat zal wel niet zo. Oh. Jawel, dit. Oh nee. 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 Maar zit hier, hier is wel. Cool hier. Oh, jawel. Ik denk dat het wel erg was. Hebben we ook geen koelkastje? We hebben taakjes gekocht. Hoeveel? 4. Hey, yes. Yes. We hebben wijn gekocht. En ik heb nog nooit toptakies. Ik wel. Maar nee, want toen gaat om de tijd. Opgerolde tortilla. Maar zelfs heel pittig is, maar. Nou, vind ik echt niet pittig. Niet pittig gewoon. Hot, maar no pit. No pit. Ik heb ook niet voor mij. Ja, boven ook jouw eerste reactie. Als we die eruit krijgen, gaat hij niet afbreken ofzo. 1, 2. Door mijn kou op de achtergrond. Bo, proef jij zijn takkies? Ja. Nou, ik vind dit zo niet pittig. Hier is het helemaal. Oh, wat is ja. Deze? Gewoon lekker, maar. Ja, niet dat je denkt, wow, mijn bek staat in de fik. Dat is opgerolde tortilla. Ja, gewoon opgerolde Dorito. Dorito bedoel ik. Mmm. Nou jongens, we zijn helemaal ready. Leuke jurkje van Shein, tasje van Bo. Ik kon geen geloof. Ja, jij. Ja. Bo, ook lekker goalsy girl. Hey, hey. Meiden zijn helemaal ready. En we zijn hier een uur. Die kamer is nu al naar de goleren. Ik ben er niet bij hoor. Oh, jij niet. Wat is dat? Oh, allemaal zwarte vlekken. Ah joh, dat ziet niemand. Ja, ik dacht echt dat het heel erg. Echt 2 kleine vlekjes. Nou, ik ben dan best uit. Nou, dan vind je het even eraf voor mij, of niet? Ja, ja, pak even. Even een doekje, wel, even serieus. Ja. Oké, okay, ik heb een leuke oorbellen in van Naked. Echt mega huge. Mega groot, gewoon een heuvel. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Jezus, wat een ding. Ik voel me een beetje kort jurkje. Nee, ik doe het ook niet. Holla die. Oei, oei, oei. Het is het ook weer. Nou, we lopen nu lekker op straat. Het is echt heerlijk temperatuurtje ja, nog. Het is top. Het is zo lekker. Ja, het is zo chill. En we gaan even een beetje verkennen. Maar we willen wel zo snel mogelijk een restaurantje zoeken. Want het is best wel laat. Zeg maar nu. En het is hier een avondklok van 1 uur. Dus we moeten wel echt 1 uur. Iemand reageerde wel op mijn story van. Op het strand hebben ze scheid aan de avondklok. Iedereen is gewoon op het strand bij Barcelona. Ja, echt?
Ja, maar ja, ik denk niet dat we na 1 uur ons hotel binnenkomen. Oh nee. Want die vrouw zat al 1 uur bla bla. Maar ja, waarom zou je fucking mouthcap opdragen? Ja, mouthcap? Ja, dan kan je toch gewoon zeggen, ja, we moesten weer naar het ziekenhuis, ik was tegengestoten of zo. Ja. Je mag echt wel naar binnen als, ja, als er nood is. Ze mogen echt niet zeggen, je mag hotel. Nee. Dat klopt ook niet. Nee. Van. Maar het is nu lastig te zien waar je bent, doordat het donker is. Maar ja, we kunnen wel een beetje even een teken uitzoeken, want waar gaan we nu zeg maar heen lopen? Ja, dat weten we niet. Maar het is wel echt zo leuk. Heerlijk. Nou, we zitten lekker op het terras. Heerly, de Peerly. Ik kom iemand tegen die ik echt 2 jaar geleden heb ontmoet op thuishaven. Oh, dan ben ik nog weer tegengekomen. Ja. Echt, hè? Echt net grappig. En ze is hier alleen, dus kom gezellig bij ons bij. Ja. Ja. En nou, we zitten hier lekker op een pleintje. Oh, wij gaan lekker shallow. Dat is echt scherp. Zo, mooie geshot. Yes! Ga ik een shot hoor. Ik wil gewoon een glas wijn inschenken en het glas wijn is gewoon weg. Hou op! Ja. Ik ga deze in 1 keer doen. Nee. Heel stop! Heel! Gewoon fucking goor. Ik heb helemaal zwarte. Ik heb zwarte handen. Het is gewoon zo vies hier. Ik heb mijn nagels laten doen. Mooi, hè? En ik wil nu een sanitizer. Hier, ja, hier. Oh, mag ik geen sanitizer? Ja, ik vroeg aan die mama, mag je een sanitizer? Cheers. Nou, cheers. Ja, alleen jezelf kunnen, jezus. Nee, zij staat er ook op. Ja. Ja. Ah. Sarah, wat de fuck voor raar chick ben jij? Meid, altijd. Nee. Echt in 1 keer. Ah, ja. Dat is niks, man. Doe even niet zo mollig, man. Nou, Saar, in 1 keer, je moet niet nadenken. Soms weer een fucking. Nee. Vies. Anders nemen we die fles gewoon mee, hoor. Proost. Echt heel je telefoon onder de wijn. Proost. Ja, cheers. Cheers. Cheers to the freaking weekend. Cheers. Ja. Hij moet naar een plein waar ze lekker muziek kunnen. Ja. Nee, joh, ik wil. Nee, ik heb corona. Ik zeg gewoon niet. Ik zeg maar. Ik zag dat nee. Oh ja, let's go. Pitje, pitje. Go away. Go away. Hey, 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 hey. Jij gaat kopen. Lekker, yes. Lopen, dit is morgen. Nee? Kijk, ja. Ik zou nooit van mijn leven. Dit is hem. Dit is zo leuk. Hallo, ik heb vandaag. Oh, zo mooi. Oh, I had a present. Yeah. Ik heb je net leren kennen, maar. Ja, dat vind ik echt heel geil. Ja. Meiden! Hoi, ja. Isma. Ik moet handig, hè? Wij worden nu al gek hier. Echt, ik zweer. Ja, ik ben zo gek hier. Iedereen wil met ons naar de club. Naar de club! Ja, iedereen zegt nou, spreek hier. Oh, Saar, weg en leg camera vast. No, thank you! Echt, dat is echt niet normaal. Denk je video? Ja. Ja. Yeah. Where are you from? Holland. Goedemorgen allemaal, het is 9:15. We zijn wakker. Ik probeer mijn mascara te doen, maar het lukt gewoon niet hier. Nee. Ik heb dit topje van Chiquel aan, broekje ook van Chiquel trouwens. Kan wel wat uit. Schoenen van Naked. En we willen vandaag steps gaan huren. En we gaan eerst even lekker ontbijten. Yes. En
We zijn hier, zeg maar, in het donker, want we zitten in een soort binnenhof. Dus het is gewoon... Het lijkt me echt wel fucking donker. Alsof het gewoon nacht is. Vannacht was echt heel erg. Ja. Zijn we zo gaan stampen, schreeuwen dat we gewoon dronken in het hotelkamer kwamen. Bo had een hele show gegeven, was helemaal mooi. Wordt er aangeklopt, aangeklopt. Waar denk ik. Kun je het filmpje erin gooien? Ja, en toen werden we dus gebeld via de telefoon. Naar mij. Via ja, hallo. Ja. Ik ben al met de receptie. Jullie maken echt heel erg veel overlast. De buren hebben geklaagd. En als je nu niet stoppen, dan word je gewoon, dan komt de politie en dan word je gewoon op straat gezet. Ja. You sleep on the street. Ik zeg, oh ja. En boos zei, no, no, we're trying to sleep, we're trying to sleep. Zei hij, no, it's not a joke, good night. Ja, dus we moeten wel echt normaal doen. Maar we hebben echt niet... Vergeet je mondkapje, want daar was er ook boos om. Oh ja. We mochten er eerst niet in. Die man die gisteren belde, was niet de man die er gisteren zat. Oh. Want ik hoorde dat hij, hoorde ze maar dat andere stem. Nou, we zijn even lekker ergens op het terras gaan zitten. Hè, schat? Ja, schat. Hele leuke straat daarachter. Ja, echt zo'n mooie... Gaan we zo even heen lopen. Ja. Een soort... Berg ja. Die ja, we hebben echt lekker broodjes besteld en een soort taartje en een lekker koffie, maar de koffie is er nooit. Maar ja, we zijn echt heel erg omgelopen ver, oh, lekker. Maar helemaal top. We zijn nu bij een scooterverhuur en we gaan dus zo. We hebben die dikke stem. We hebben een grote scooter gehuurd en dan gaan we door de stad heen. En, en Bo is helemaal zenuwachtig. Dat niks aan de hand is. Ik denk echt dat ik moet weggaan. Nee. Ja, ik ga helemaal stuk. We zetten zo'n rare helm op onze kop. Wat moet je? Dancing in the dark. Mooie meiden. Nou, let's go. Oh my god, we zijn op zo'n mooie plek. Er is een grote fontein. Hier een heel pleinerse arena van Barcelona ook. Echt ziek mooi. Nou, wij zitten lekker op de step. Ja. We gaan nu naar de Sagrada Familia, dat is die kerk. Bo heeft branden maagzuur. Nee, ik heb juist geen, ik heb een maagzuur. Ik heb geen brandmaagzuur. Nou, kom we gaan. Ga maar, ik ga... We zijn nu bij die mooie mozaïekgebouw van Gaudi. Echt ziek mooi. Het zit gewoon midden in de winkelstraat hier. We zijn nu dus bij de winkelstraat. Echt vet mooi ook. Nou jongens, we zijn nu bij de Sagrada Familia, die mega grote kerk. Het is echt niet normaal. Het echt komt het echt zoveel mooier over als op beeld. Het is echt zo ziek. Ja, allemaal glitterdingen en torentjes. Het is echt fucking leuk. Oh my god, jongens, we hebben hier eten besteld, niet normaal. We hebben nog meer. Lekker flesje verdacht. We hebben ook die brood. Zo lijkt het zand het daar. Zo chill. En we zitten hier ook echt leuk. Wel een luxe tent, maar heel chill. Echt heel leuk. We zaten hier ook een rooftop terras. Dit ziet er zo lekker uit, de tacos. Zijn ook gewoon hier knapperig. Zo. Niet of wel? Jawel. Wel. Oh. Oh jongens, kijk dan. Dit is echt niet normaal. Goed. Alright, het is inmiddels al 4:15. We zitten nu even op het terras weer. We gaan even lekker een cocktailtje drinken. We zitten echt heerlijk in de zon bij de haven. Echt heel leuk. We gaan zo die steps inleveren. En dan even naar het hotel omkleden, opmaken. En dan hebben we vanavond bij een heel erg lekker sushi restaurant gereserveerd. Echt, oh my god, can't wait. Cheers! Ik heb jou helemaal niet aangeraakt. Ik heb me omgekleed, opgemaakt, haar gekruld. Zeg maar, zit het nog? Ja, dat is er al uit. Maar het is nog wel mooi. Ja. Maar het zit nog heel goed. Ik heb dit leuke jurkje aan van Shein, leuke sandalen.
We gaan nu lekker sushi eten. Ik heb het mooi haar gekruld. Helemaal leuk. Je hebt zo'n klein hoofdje dat het mondkapje zo te groot. Nou meiden, we zitten lekker in een karretje. Oh, ook echt best wel nauw, dat is alleen. Lekker toeren door de city. Heel mooi, heel leuk. Nou, dat is veel leuker als een taxi, joh. Hey! Woehoe! Hey! Mooi, joh. We zijn keihard aangereden. Het is geweldig. Gaan we vandaag? Ja, zo word je gewoon aangereden. Word je gewoon warm. Ja, dan ben je gewoon dood. Oh, dan ben je gewoon dood. Ja, tuurlijk. Nee joh, we doen het te werk en dat vind ik geweldig. Oh jongens, we zitten bij zo'n leuk restaurant. Ikebana. We zitten nu op het binnen terras. Dit is zo ontzettend leuk. Kijk hoe leuk. Net genaaid. Ja, oh mijn god. Dat leuke fietsdingetje. En wij hadden gezien op zo'n bord dat het voor 15 minuten 7 euro was. Ja. En wat ongeveer 20 minuten fietsen. Zij dacht, oh, nou, het zal 10, 15 zijn. Misschien max 20. Ja. Zeg, hoeveel is het? 60 euro. Ja. Dus zij hebben 60. Nou, we hebben dan uiteindelijk 50 euro betaald. Ja, ik heb 50 euro. Maar 60 euro voor een stukje fietsen. Ja. Oké, het is buiten de stad. En het was echt maar 20 minuutjes of zo. Ja. 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 We zijn wel een beetje. Ja. Maar we hadden van tevoren gewoon moeten vragen hoe duur het was. We hadden gewoon de prijs moeten afspreken. Maar wij zagen het bord staan. Ja. Maar dat, oh, dat zal wel. Maar toen zeiden, ja, dat is only the beach area en zo. Dus nou ja, dat lukt dan gewoon. Nou ja, we hebben 50 euro betaald voor een stukje fiets. Nou, mooi. En een taxi was 20 euro. Ik weet dat voor een Uber sneller. Een Uber is eigenlijk veel goedkoper, hoor. Kan je het niet even zien al? Oh my god, jongens. Kijk hoe lekker dit is. Genieten. Wie vindt lekker. Het heel lekker met dit, hè? Ik vind het lekker, ja. King crab. Oh, lekker. Nee, dat was de krab. En dit is de garnaal, dat zei hij net. Lekker, man. Nou, we hebben zo lekker gegeten. Heel. Het was zeg maar. Oh, ik dacht dat ik het hier kon neerzetten. Het was zeg maar veel goedkoper als we dachten. We dachten, we zijn echt een paar honderd. Maar het viel mee. Lekker. Wij hebben heel lekker gegeten. Ja, heel 3 flessen wijn, 6 shotjes. Shotjes. En shotjes hebben gaten. Wat is dit? Dessert. Ja, die doet het niet. We hebben die. Ik moet deze doen. Dit zit maar goed. Dit zit maar goed. Ja, mijn ook. Goedemorgen, maar het is vandaag donderdag. Eén laatste dag. Laatste volle dag. We hebben net een soort ijslatte gehad, maar het is niet zuiver. Het smaakt gewoon naar niks. Ja. Oh ja. Het is echt heel klein. Het is echt zo van, wat is het nou weer? Wat een soort Starbucks halen. Ik dacht echt zo'n goede koffietent naast onze hotel. Maar ja, nee. We gaan dus zo naar het park wel. We zijn veel te veel verslapen. We hadden het wekker om 9:30. 9:30. En we zijn gewoon niet. We zijn gewoon niet wakker geworden, gewoon om 10:30 werden we pas wakker, dus helemaal kut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, we zitten in de metro. Echt, het gaat daar best wel makkelijk. We dachten, het is moeilijk, maar best wel makkelijk naar het park wel, dus ben benieuwd. We zijn nu bij dat park wel. Hier heb je dus allemaal van die mozaïek bankjes. Het is echt vet groot. Daar zitten van die huisjes met allemaal mozaïek. Maar het is echt een beetje bewolkt. Dus het komt niet zo mooi over beeld. Maar het is echt heel groot en heet. Maar het is wel leuk om te zien even. Oh! We zitten nu lekker op het terras, want het regent gewoon. En we hadden net lekker paella op. We hebben nu nog een paar happies. Het is wel echt bij een heel lekker restaurant, alleen het duurt echt niet normaal lang allemaal. Een beetje druk. Maar wel een lekker wijntje. En wel met een beetje brood of zo, het is lekker dan. Er zit heel veel vet aan. Ja, heel veel. Het is wel lekker een beetje, maar niet te veel. Die saus is niet. Ik heb dus 50 euro voor een test gekocht, maar ik heb gewoon nog een herstelbewijs. Ja. Ik ben hier voor ook al geweest, ik heb ook een test gekocht. Ja. Slaan naar. Dit is geen wijnkoeler. Nou jongens, we hebben lekker koffietje, cheesecake, ijs en boven lekker een taco.
Ik heb er nog even zin in. Ja, dat is toch lekker, meid? Heerlijk, schat. Oké, het is inmiddels 6:30. We hebben letterlijk van 2:00 tot 6:30 op het terras gezeten. Echt bizar, maar het was wel gezellig. Want het regende en het was gewoon een beetje slecht weer. Nou, hier was er een supermarkt. We gaan nu even naar de supermarkt en even snackjes halen voor vannacht. Want vanavond willen we dus uit. En we hebben net echt zoveel gegeten. Ik zit zo vol, dus we gaan echt niet meer avond eten. En Isabel is hier nog op het terras, want we moeten wachten op de rekening of zo. Heel raar. Maar nu is het echt wel lekker weertje. Dus nu echt heerlijk. De peerlijk. Nou, we hebben echt een hele zak met chips gekocht gewoon. Voor vannacht, als we thuis komen. Want vannacht hadden we zoveel honger. Het hotel had gewoon geen chips. Of geen één iets te eten of hoe gaat. Maar wie gaat er ook om 3:00 s'nachts? Hallo, misschien een chipje vanochtend. Hij dacht echt kleur op. Ja, oh ja, en we hebben een paar drankjes gehaald. Wel lekker. We gaan nu naar het hotel omkleden, opmaken. Zo warm. Ja, ik heb het ook al eens. Heel benauwd. En dan gaan we naar de club. Hoe heet de club? Ja, of Bartja of Pasha. Pasha of zo. Choco. Chocolademousse. Ja, we kunnen gaan. Huts en door. Huts. Ik hoef niks. Dus ik ga die ook openmaken. Niet? Ja, ik ga eerst naar de hotelkamer. We gaan toch wel wat proeven. Gewoon, wij het gewoon naar pure ketchup. Ja, maar jij bent... Ja. Oh, nee, ik hou daar niet van. En jij bent wel een ketchup girl. Maagzuur weer. Hier sluit je me echt uit. Altijd. Met die gaan er bijna uit. En? Oh. Hoeft niks. Ja, wel lekker. Ja. Nou, maar naar die patatjes altijd, weet je wel. Die patatjes. Ja. Ja. Het is niet een ketchup. Nee. Prima. Wat andere boeken. Mag ik even de zak laten zien? Nee. We gaan dit ander proeven. We gaan de hete proeven. Ja. We gaan het proberen. Paak is extra hot. Kijk uit hoor. Zo. We gaan mogen, we mogen. Ja, je weet het. Politie, dat is ook goed. Wow, kijk dit. Oh, paak is extra hot. Wacht, dan moet ja. 3, 2, 1. Hallo. Lekker. Lekker. Hoe kunnen mensen het pittig vinden? Ik proef niet eens iets pittigs. Oh, nu komt ja, hij is wel heet hoor. Nu komt hij. Nou, gewoon lekker wel. Maar niet heel. Ja. Nou, gewoon pittig. Nog eentje wel. Nou, zo pittig zou ik ook gewoon mijn eten maken. Ik vind hem meer zuur. Ja. Mm. Duren. Oké, okay, nou. Nog een. Die, ja. Die. Ja. Nou, chili. Chili kaas. Wow. Oh, die was heel erg saai. Vergeleken met die van net. Van de pizza. Ja. Oh, lekker. Nou. Een lekker kruidig. Ja, ook zo'n bal. Ja, dit is leuk, zo'n bal. Mmm. Zo'n bal en zo. Ja, goed gekeurd. Fritos. Bites. Maar dit is wel een XXL pak, want in Nederland zijn ze ja. Heel klein. Ja, al mijn handje houden, dan mag je zijn. Zet maar even stil staan. Ja. Oh, lekker! Echt lekker dit. Mmm. Ja. Mmm. Nou, lekker avond eten, man. Goed diner. Nou. Chips 5-gangen menu. Worden we lekker dronken vanavond. Vanavond gaan we naar de club. Woep! Zoveel zin in. Ik ook. Tegen zin in. Eindelijk, ja. Nou jongens, we hebben ons klaargemaakt. Ik heb mijn haar weer een beetje gekruld. Make-up op. Outfitjes aan. En we gaan naar de club. Joejoe. We hebben dus zo gegeten dat we denken van nou, we hebben echt geen avondeten nodig. Dus stop. Nou, we zijn bij de clubs aangekomen. Echt fucking ziek. Ze gaan dus allemaal onder de grond. Ziet er best wel leuk uit. Het is ook eigenlijk best wel dicht bij ons. Het was echt taxi van €7. Dat is heel chill. Ze gaan lekker out met de girls. Nou, we beiden zitten in de club.
Yep. We hebben allemaal een brakke kutkop. Dat kan echt niet. Want? Dat kan je niet? Zo brak. En misselijk. Oh, ik ben zo misselijk. Ik heb ook weer alleen maar over die kutkop. S'avonds of wel en soms of wel. Klaar? We hebben alles ingepakt. Dus alles mee. Nou, ik niet. Je moet mee. Nee, waarom ik? Ik heb ook al een koffer in de tas. Ik ga geen eten meer nemen, maar het is dan. Allemaal van die chips. We gaan nog schoenen meer. Zijn schoenen. Het. Ja, en die mijn schoenen. Ik heb eigen schoenen wel vast. Oké, okay, let's go. You. Nou, wij liggen op het strand. In the shadow. Isabel. Isabel is helemaal naar de kloot. Ze heeft net ook gekotst. Naar de getver. Zo naar de getver. Mag ik hoe eruit ziet? Nou, mijn haar. Ik weet niet wat hier gebeurt. Zo, mijn haar is wel een beetje ontploft hoor. Nou, jij ziet er gewoon maar mooi uit. Nee. Oh, even lekker dood. Ik heb een beetje een taart vandaag. Maar... We hebben lekker drankjes besteld en een broodje. Die is sowieso verstoken. Oh, hier. We hadden Starbucks gehaald. Alleen ik heb koffie op. Eww. Best wel raar strand hier, want je hebt zomaar geen bedjes. Ze hebben alleen maar parasols. Ik wil een bedje huren, maar... Ze heeft ook een kleed gekocht. Ja, ik heb ook een kleed gekocht van 20 euro. En van 20 meter ook. Want... Hoe heet dat? Hoe heet dat? De mannen vreten. Zit weer lekker op het beach. Ik heb wel mee, maar je was je vergeten hier mee. Ja, we zouden het goed niet mee kunnen nemen, want verder niet gebruikt. We gaan alweer naar huis. Dat was het dan, hè? Dit was de citytrip, jongens. Was het, dan, hè? Het was heel erg leuk. Maar we zijn echt dood. Ja, maar het was wel echt leuk, hè, meiden? Ja. We hebben wel echt gelachen. Ja. Echt ja, mooie dingen. We moeten dit echt vaker doen. Ja, we zijn wel echt heel veel geld. Ja, wij hebben echt gedaan alsof we echt rijk zijn. Echt, zo niet naar het geld gekeken. We hebben echt alleen maar gegeten, altijd opgegaan aan eten. Ja. En we, maar ja, we hebben wel echt genoten. Weet ja. We gaan nu lekker naar de taxi naar de airport. Wat is dit? Jullie gaan hier in en uit. Nou, we zijn op de airport, we hebben even lekker Burger King gehaald. We hadden net een pasta, nou was echt niet te vreten. Het was zo vies. Nee, is het vreten. Dit is een grote.
Nee. Wat een klein hout. Ja, beetje misschien zo doen dan. Oh nee, er zit allemaal gaten in. Nou, echt. Nou, waar slaat het? Het wordt door je dussen naar de pomp. Nou jongens, we zijn er weer geland. Ik heb helemaal niet gevlogd in het vliegtuig. Maar super chill. Het ging helemaal goed. Het ging echt super. Nou, ja. Bo heeft zitten janken en ik ben zitten kotsen. Dus zo goed ging het niet, hè? Ja, maar de vlucht zelf. Ja, dat wel. We leven gelukkig wel. Meiden, we made it. Wat is het afstand? Mighty! Oh, ik denk ik ga het op mijn muil hier toch een keer. Maar nee. Was het zo nieuw? Kijk hoe groot die bieden zijn. Ik was echt veel kleiner verwacht. Dat is voldoende hier naar je ogen. Ja. Ik dacht ook hele kleine wieletjes. Ja. Wat een grote wielen aan je gemaakt. Ja, maar... Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. De eerste dag weer in Nederland. Zoals je ziet heb ik gedoucht. Mascara op alleen. Het is nu 1 uur. Ik wil heel even snel wat eten. Een beetje gezond werken. Een beetje weer gezonde tour. Wilde ik al voor Barcelona. Ja, op Barcelona ga ik natuurlijk zelf niet helemaal gezond doen. Ga ik even een ei-wrapje maken. Zoiets. Lekker. En dan ga ik op de scooter lekker naar Alfa. Want ik heb morgen de birthday brunch van Samantha. Super gezellig. En ja, ik wil even een cadeautje voor haar kopen natuurlijk. Dus ik ga even de stad heen. Om even iets te kijken. Ik denk dat ik een soort pakketje van gin tonic maak. Dus een gin tonic haal, rose lemonade, gin tonic glazen. Dat. Ik denk dat is wel leuk, want wij drinken samen altijd gin tonics. Dus, you know. Maar goed, ja. Ik ga even snel wat eten maken en elkaar flansen. En dan ga ik er vandoor. Oké, jongens, ik ben weer terug vanuit Alfa. En ik heb allemaal leuke dingen gehaald. Ik heb als eerst deze leuke gin tonic glazen, dus bij de blokker gehaald. En ik heb verder dit leuke pakketje gemaakt met roze gin, rose lemonade, limoen, munt. Leuk ingepakt en geversierd. Dus, nou, helemaal leuk cadeau. Ik vind het echt helemaal creatief van mezelf. Zo jongens, het is inmiddels al 6:15. Ik ben uiteindelijk toch naar de sportschool gegaan. Sinds twee, drie maanden of zo. Bizar. Maar het was wel echt super, 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 super chill weer. En fijn. En ik heb zo'n korte plekje wat heel irritant is. Ik ga even weer douchen. Want ik ben natuurlijk bezweet. Ik ga niet maar wassen. Gewoon droog houden. Maar even mijn lichaam afsproeien. Want ik voel me vies van het zweten. Dus ja, dat ga even snel doen. Ondanks dat ik eigenlijk weer gezond wil doen. Wil ik eigenlijk nog heel graag deze chips proeven. De takis met kaas en pittigheid. Dus ik ga daar gewoon even 2 of 3 proeven. Omdat ik het wel heel graag nog wilde proeven. Ik vond de normale takis dus totaal niet pittig. Echt hartstikke lekker. Maar dat hebben jullie trouwens gezien deze week nog. Laten we het proberen. Deze zijn lekker. Dit is niet normaal. Echt kaassmaak. Maar. Totaal niet pittig. Ik vond de extra hot takis het lekkers. Gewoon alle pittig staan. Maar ik. Weet je maar waar het vandaan komt. Want mijn ouders houden er helemaal niet zo van. Ik kan echt een pittig eten. Echt. Overal sriracha, sambal door. Give it to me. I love it. Tabasco. Alles. Zo lekker. Nou, deze gaan we wegdoen. Maar wel. Lekker. Lekker kazig. Totaal niet pittig. Gewoon. Deel het aan mijn lichaam. Ik proef niet iets van pittigheid. Maar dat heeft mij van neus smaak te pillen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik heb gisteren helemaal niet eens meer gevlogd. Maar ik heb hem klaargemaakt. Ik was gezellig naar het Woudje gegaan. Dat is bij ons een kroeg in de buurt. En dat is natuurlijk ook tot 12. Het was echt super gezellig om iedereen weer te zien. Het was echt lang geleden.
Dus met Stan is vriendengroep en met Nina en zo. Het was echt super, super gezellig. Nu zit ik in de auto, het is overochtend, zondag. Ik heb gezien dat je veel gedronken. En ik ben onderweg naar Samantha, een vriendin van mij. Ze woont in Den Haag en ze is jarig. Ik heb een birthday brunch. Daar heb ik gisteren al verteld, want ik heb het cadeau laten zien. Ik heb een superleuk jurkje aan met cowboylaarzen. En dan moet ik wel even goed opletten, want ik heb dus nu de verkeerde afslag. Ja, hier moet ik niet heen. Dus hartstikke gezellig, helemaal zin in. Ja, ik lag op zich ook nog wel op tijd op bed, om 2 uur of zo. Dus ik heb wel een beetje schorre stemmetje, dus het loopt zo te gillen daar. Maar goed, ik ben er over 6 minuten al. Zo, dat is ook snel. Ik zat namelijk snel weg. Nou, ik zie het wel. Chill. Ik, oh, dit is echt leuk. Kijk hoe mooi het is versierd allemaal. Echt heel erg leuk. Ik heb zo'n donuts en een taart. Helemaal gezellig. Zo, ik ben weer thuis, maar ze is nogal wild. Het was echt zo, zo gezellig. Zo leuk en zo lekker. Samantha had echt een ontzettend leuke brunch in elkaar gezet. Echt elk detail was zo fucking goed on point. Ik ga haar vragen als ik mijn 21 dinner ga geven, want dan wordt het echt perfect. Ik had trouwens dit superleuke jurkje van Naked aan. Met cowboy boots. Leuk. En ik ga nu mijn spullen pakken. Ik ga gezellig naar Stan. Ik ga daar weer eten. En morgen ga ik foto's maken in Amsterdam. Maar morgen is een weekvlog. Dus dat zie je in de volgende weekvlog. Ik heb een paar items van Mango binnengekregen. Deze komen in goed detail binnenkort op mijn Instagram story. Instagram story haul komt ervan. Maar ik wil jullie wel even de items laten zien. Wil je ze goed uitgebreid zien met de kortingscode? Volg me vast op Instagram en dan komt het binnenkort voorbij. Ik heb hier dus een tas. En deze tas wil ik gaan gebruiken voor mijn stage. Dus dat is een leuke tas. Waar ik dan dus zeg maar lekker veel eisen kwijt kan. Dan heb ik hier een wit linnen blouseje. Leuk. Dan heb ik een pak met een broek en een blouse. Dan heb ik hier een andere hele leuke gekleurde blouse. Ook heel leuk. En hier een hele leuke. Oh nee, dit is een jurkje. Dit is een heel erg leuk zwart met goud jurkje. En dit is een blouse. Helemaal leuke items. Maar die komen binnenkort op mijn story. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag het is maandag. En dat betekent een nieuwe week. Dus dit is eigenlijk alweer de afsluiting van de weekvlog. Ik hoop dat jullie deze week heel leuk vonden. Ja, het was ook een superleuk weekvlog omdat ik lekker naar Barça ben geweest. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken natuurlijk. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je de video leuk vond. En vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. En support erop de rode knop te klikken. En vergeet niet de notificaties aan te zetten. Want hierdoor blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Je kan me ook nog volgen op Instagram. Dus @zagenvervoerd. Dan kun je me stalken. Dan kun je alles kijken wat je wil. En de komende Mango items binnenkort online op mijn story. Dus stay tuned. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei.